Ik ga 48 uur lang helemaal niks eten. Maar eerst is het tijd om onze allerlaatste maaltijd nog even te eten voordat we beginnen. Ik maak nu dus ook gewoon 5 boterhammen om op te eten, zodat ik het langer ga volhouden. Wow. Oké, we hebben het eten nu op, het laatste maaltijdje. Het is bijna 12 uur. En vanaf 12 uur mogen we helemaal niks meer eten en alleen maar water drinken. Maar waarom doe ik dit eigenlijk? Ik wil erachter komen hoe ik mij voel na die 48 uur. Voel ik me suf, slapeloos en moe, zoals op Google te lezen valt? Of ben ik juist veel actiever en productiever en ga ik dit in de toekomst herhalen? Ik wil daarnaast ook kijken naar mijn gewicht. Val ik af? Hoe heeft dit invloed op mijn mentaal? We hebben vandaag gelukkig niet zoveel op de planning. We moeten alleen vanavond nog even werken. We gaan nu nog even een beetje video editen. En dan gaan we daarna nog maar even weer wat kleine huishoudelijke dingetjes doen. Let's go. Bij deze challenge is het ook heel belangrijk dat ik heel veel water ga drinken. Dus wat ik nu moet gaan doen is gewoon mijn fles met water vullen en tijdens het editen zoveel mogelijk water drinken. Oké, het is nu bijna 3:15. En ja, ik voel nog niet heel veel aan mijn maag. Ik heb wel heel vaak al de intentie gehad om iets te willen pakken qua eten of iets anders te drinken dan water. Tijdens het editen door. Heb ik tot dusver nog niet gedaan, gelukkig. Ik ben ook blij als ik zo meteen naar werk ga, want dan ga ik sowieso niet in bedwang van eten. Ik ga nu eventjes wat TikToks opnemen, want ik ben een beetje klaargeraakt met editen. En let's go. Samenvatting, de eerste 3 uur watervasten vielen best wel mee. Ik had af en toe wel zin om wat eten te pakken, maar voor de rest was het een piece of cake. Ja, snap je? Cake, ja, leuk. Daarnaast bleef ik erg gefocust met het editen en andere productieve activiteiten. Dus de eerste 3 uur, prima, niks aan het handje. Oké, het is weer even later. We hebben TikToks opgenomen. En we zijn nu een TikTok aan het editen hier zo. Ondertussen heb ik weer een paar glazen water op. Maar mijn maag begint nu toch echt wel te knorren. Het is nu bijna 4:30 al. Het begint echt te knorren. En ik begin ook ondertussen een beetje hoofdpijn te krijgen. Dus dat zullen misschien al wel een paar effecten zijn daarvan. We gaan in ieder geval om 4:30 naar werk toe. Dus dan zie ik jullie daar. Ik ben nu op werk en voordat ik vertrok, ik had last van mijn buik en ik heb zoveel trek, zeg maar. Ik heb gewoon het gevoel dat ik gewoon eten wil en ik moet gewoon eten eigenlijk. Ik heb nog niks genomen gelukkig, maar ja, we gaan nu even lekker werken en dan zie ik jullie zo meteen weer. Na 3 uurtjes werk had ik steeds meer behoefte aan eten of aan een lekkere voedzame maaltijd. Goed, even later zijn we weer thuis. Ik heb zoveel trek, jongens. Sorry, oké. Maar het is echt, deze challenge is gewoon, is echt heftig. Het is gewoon heftig om niet te eten. Maar goed, we hebben in ieder geval deze dag weer overleefd. Tot dusver. We moeten nog de avond overleven, de nacht overleven. Ja, en dan uiteindelijk morgen de hele dag en dan woensdagochtend nog. Een samenvatting, de eerste 9 uur zijn nu voorbij en het wordt steeds een tandje harder om het vol te houden. Mijn lichaam geeft aan dat hij nu echt eten nodig heeft, maar ja. Pech natuurlijk voor mijn lichaam. Tussendoor heb ik mezelf ook nog even gewogen. Dat resultaat is echt flink onwerkelijk. Maar dat zie je straks in deze video. Oké, het is nu 11:15 s'avonds. Ik heb best wel hoofdpijn. Daarom heb ik ook een fles water meegenomen. Die heb ik hier naast me staan op het nachtkastje. Vandaag was op zich nog wel te doen qua eten. Ik ben alleen heel erg bang dat als ik morgenochtend wakker word, dat ik zoveel trek heb dat ik iets ga eten. Maar ja, ik hoop dat ik mentaal goed blijf en dat ik dat niet doe. Dus het enige wat ik nu nog hoef te zeggen is tot morgen, hopelijk. En niet vannacht, hopelijk kan ik gewoon lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen deze morgen. Ik heb heerlijk geslapen, gewoon zoals altijd. En ik word nu wakker en ik heb niet per se extra trek of zo. Dus ik ben benieuwd hoe de verdere verloop van de dag gaat zijn. Ja,
vatting van mij hoeveel trek ik heb. Het is nu alweer 12 uur en dat betekent dat we de helft van deze challenge al hebben overwonnen. Gelukkig hebben we vandaag ook niet zoveel op de planning. We gaan weer werken vanavond. Voor de rest gaan we even wat video's maken, editen. En ik denk dat we tussendoor nog eventjes wat andere rustige dingen gaan doen. Waardoor ik niet zoveel ga denken aan eten. Denk aan een film kijken, een boek lezen of mediteren. En dat ging op zich best wel prima. Het is nu bijna 4 uur en dat betekent dat we over een half uur alweer moeten gaan werken. Het is ook niet normaal hoeveel water ik nu meer drink dan anders. Ik drink nu volgens mij echt meer dan 2 liter per dag. Voorheen dronk ik ook gewoon bijna geen water. Laat staan andere drankjes ook niet 2 liter. Dus dit is op zich best wel een prestatie al. Om sowieso al meer dan 2 liter water per dag te drinken. 3 hours later. Het is weer even een tijdje later. Het is nu 9:45. En we zijn klaar met werk. We zijn teruggekomen vanuit werk. En ja, wat heb ik op werk zelf heb ik niet zo heel veel gemerkt dat ik trek had. Alhoewel ik in de supermarkt werk en ik best wel veel eten voorbij zie komen altijd. Mijn maag moest wel af en toe knorren. Voor de rest niet veel last van gehad. Ik heb wel weer last van hoofdpijn, dus ik moet wel weer even wat flink wat gaan drinken zo. Voor de rest, op de fiets kwam ik niet vooruit. Mijn benen die wilden niet en ik had spierpijn, heel erg in mijn rug ook. Ja, ik denk dat het ook wel allemaal wel een beetje effecten zijn van niet eten. Daarnaast heb ik mezelf weer gewogen vanavond en het is intens hoeveel je kan afvallen in een paar uur tijd. Maar dat resultaat horen jullie morgen. Ik ga nu nog even een beetje chillen. In het volgende shot zien jullie dat ik in bed lig en dat het bijna morgen is. Het volgende shot had eigenlijk dat ik in bed moest liggen, maar ik stond net op van mijn stoel en ik heb mega veel spierpijn in mijn benen. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb namelijk alleen maar gefietst en ik heb een beetje gelopen op werk. Maar ik heb echt heel erg veel last van mijn kuiten ineens. En ik weet niet hoe dat komt. Nou ja, dat zou dus denk ik kunnen zijn door eiwitten tekort en alles. Intens. Oké, samenvatting. De eerste 33 uur zijn nu voorbij. En ik merk wel flink aan spierpijn en hoofdpijn dat ik voedingsstoffen mis in mijn lichaam. Ik heb alleen heel wonderbaarlijk geen last van een hongergevoel. Want mijn buik voelt namelijk best wel neutraal aan. Het is nu bijna 11:30. Ik lig weer in bed. Nacht nummer 2 is het al. Ik heb op zich niet ergens last van of zo. Ik heb eigenlijk nergens last van. Ik heb heel af en toe een knor. En voor de rest kan ik het best wel het hongergevoel bedrijven met water. Dus het valt allemaal nog best wel mee. In de eerste uren van deze challenge, dus de eerste 6 uur, dat was denk ik toch wel het lastigste op fysieke basis gezien. Want ik heb nu bijvoorbeeld alleen maar last van mentaal, dat ik dingen wil pakken, dat ik dingen wil eten. De eerste 6 uur had ik echt het fysieke gevoel van ik moet eten. Het is echt een zieke challenge om te doen. Zeker omdat het gewoon heel intens is wat er gebeurt in je lichaam. Waarom eet je bijvoorbeeld? Weet je, dat soort vragen komen er gewoon bij kijken. Maar goed, het is nu dus 11:30. We mogen dus gewoon over 12:30 mogen we gewoon weer eten. Dus ja, laten we maar snel gaan slapen. Dan is het snel morgen en dan kan ik snel eten. Welterusten en tot morgen. Oké, dit was denk ik iets anders dan jullie hadden verwacht. Maar het is nu onderhand 1 uur. En ik ben net wakker geworden. Met enorme kramp ook in mijn kuiten. En ik heb heel de tijd helemaal tintelende handen. Tintelende vingers en zo. Echt heel raar. Nu ook dat ik mijn telefoon vasthoud, heb ik gewoon echt gewoon last van tintelende vingers. En daarom kan ik gewoon niet slapen. Het is in ieder geval heel heftig allemaal. Nog even volhouden. Ik ga heel erg goed proberen nu te slapen. Even nog wat water drinken. En dan zie ik jullie nu echt morgen, hoop ik. Yes, yes, yes. Goedemorgen. Oh, het is de laatste ochtend. En over 2 uurtjes, want het is bijna 10 uur, mogen wij gewoon eten. Ik heb uiteindelijk nog wel lekker geslapen op zich. Maar nu ik net weer wakker ben, merk ik nu wel echt weer van, goh, ik moet echt eten. Langer ga ik het ook niet volhouden dan 12 uur. Ik ga zo meteen lekker eten. En bam, dan heb ik er zin in. Oké, volgens Google is het beste en het slimste om als eerste weer fruit te gaan eten. In ieder geval iets gezonds, weinig calorieën, zodat je lichaam het weer sterker kan opbouwen.
En uiteraard ga ik natuurlijk na het fruit weer echt gewoon eten. Dat wil je niet weten. Maar dat doe ik een paar uurtjes later. Dus ja, we gaan een vat fruit klaarmaken. Oké, ik merk wel echt in het laatste anderhalf uur wat ik nu nog moet wachten, dat ik het eigenlijk gewoon niet meer volhoud. Maar we gaan het natuurlijk gewoon volhouden, die laatste anderhalf uur. Maar ik merk echt wel dat dat echt wel het zwaarste is tot dusver. Want je weet gewoon dat je bijna gaat eten, maar het duurt gewoon nog veel te lang voor jezelf. Oké, het is nu dus 12 uur en dat betekent dat we gewoon eindelijk mogen gaan eten. Voor de eerste keer sinds 48 uur. Ik heb al mijn bakje aardbeien en mijn bakje bananen. Dus let's go, hoe gaat het... Oh jongens, hoe gaat het proeven? Ik ben ook benieuwd. Aan mijn reactie te zien is het eigenlijk wel duidelijk overgekomen dat ik het zo lekker vond. Mijn smaakpupillen, wauw. Je hele smaakpupillen, ouwe. Twee dagen niks eten, zijn je smaakpupillen zo erg achtergesteld dat het nu zo proeft alsof je voor de eerste keer iets proeft of zo. En waarom beginnen we nou met fruit? Omdat je rustig moet opbouwen met calorieën. En we hebben een keer geen water, maar we hebben even een glaasje Sprite. Ik ben echt ook heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Jongens, wojo. Ik heb veel geleerd van deze challenge. Ik woog voor deze opnames 69,9 kilo. En om 11 uur 59 op de allerlaatste dag woog ik maar liefst 66,6 kilo. Ik ben dus in totaal 3,3 kilo afgevallen in 48 uur tijd. Super onwerkelijk natuurlijk. Verder heb ik nu ook ervaren hoe het is om zonder eten en andere drankjes te leven en ook te werken. Mocht je het zelf ook interessant vinden om deze challenge te doen, raadpleeg dan natuurlijk wel eerst Google of een medisch expert voordat je hiermee aan de slag gaat, want het kan ook gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Laters.